vandaag gaan we weer Formule Apex spelen, omdat de vorige Apex video redelijk veel weergave had. 65 in één dag voor een redelijk klein YouTube kanaal. Ik heb gisteren mijn auto geüpgrade, onze aerodynamica. De streaks heb ik geüpgrade, heb ik de hello streaks, de floor streaks, de diffuser, de front wing, de rear wing en de detroy heb ik alles van de aerodynamica. De engine heb ik de enhanced oil, ice, MGU-K, de weights en de turbo. En van het chassis heb ik weights, dat is van voor of van achter, dat maakt niet uit. Weight 2, tindo's en rework. Dat is alles wat je kunt upgraden aan de auto. En ik zie jullie zo bij de rest van de video. Tot en met zo. Welkom terug bij deze video. Ik weet, jullie hebben al een inleiding gehad, maar ik neem die twee delen apart op. We gaan zo meteen beginnen. Ik heb niet te veel kunnen oefenen, ook al ken ik het parcours al. Maar we staan op 7e plaats. Dat vind ik geen fijne plaats om te vertrekken. Dit is de eerste plaats en wij staan hier in Mixamp 8002. Zesde plaats, 15 seconden. Maar ik heb niet meer de best anders. Anders is het niet goed. Ik dacht dat de bocht naar rechts was, sorry. Trouwens, laat even weten welke view jullie het mooiste vinden. Deze of deze. Laat het even weten. En we staan tot 6e plaats, maar ze willen finishen met wel heel wat tijd gaan in. Dat is een heel irritante bocht. Wow, 32 seconden achter en dan loopt het maar uit. Oké, we komen aan bij de finish. Bij deze map moet je zeker niet vergeten op tijd het gas los te laten, want als we zien dat je deze bocht nog makkelijk in de bak daar van achter. Wat ik nu weer doe. Sorry. Voor het bak. Maar ja. Dit nu was niet te doen. 43 seconden. Op de 40 seconden
ik ga niet finishen. Ik moet draaien. Sorry, maar ik kan nu niet goed spelen. En dan, gisteren off camera, heb ik 2 keer gewonnen. Het hangt ook vanaf welke map het is hoor. Ik heb gisteren in Frankrijk gewonnen, 2 keer. Ik ben niet gewonnen, niet eerste plaats, maar gewoon gefinished. Oh, dat is goed. Het is heel goed. En dan de tweede finish was ons tweede plaats. Ook wel een we vliegen niet in de bank, dus we hebben al direct 4 seconden voor op de vorige laag van mij. We vliegen 2 keer niet in de bank, dus ik denk dat we weer omhoog gaan. Als je niet meer kunnen horen, is de white muziek en de dance muziek bijgeëdit. In tegenstelling tot deze video's. Als jullie willen weten, ik ga in de beschrijving een link naar deze non-copyright muziek in de beschrijving zetten, zodat jullie het ook kunnen afspelen. Dit is niet mijn muziek, dus ik moet eigenlijk het mee. Ja, elk hoop is er wel iets over mij. Moeilijk is in de beschrijving. Maar of je het niet naar kijkt, dat niet is, dan moet je jezelf beslissen. Als je een bedrijf die het voorbeeld gebruikt, mijn geven maakt het niet uit. Ja, jullie weten gewoon waarom het instelling is. De leader is gelijk. Is dat niet? We hebben nu bijna. Oké, nu gaan we lap 4 doen. En ik blijf maar 18 seconden achter op de leader. Ik denk niet dat dat klopt. Nee, werd afgeleid over een. Is misschien een excuus, maar ik werd niet helemaal op. Maar ja, zij kan er ook niks aan doen. Oh, sorry, dat was niet goed. Van de voorvleugel is eraf, ja, daarom dat we niet meer snel. We hebben geen downforce meer voor die voorvleugel te maken. Dus misschien ook niet een andere ding. Dus we gaan pitten, duurt 7 seconden. Dus,
We hebben nog een lab te gaan. Dan die er waarschijnlijk zijn dan het doen. Dat staat 2 minuten voor mij. En rem. Ik ben beter al remmen vanaf de finishlijn. Bocht een beetje scherp innemen. En dan gaat het oké. We zijn nu in de 5e lab. Er staat, ik weet. Sorry mensen, maar ik weet dat er een boven L4 staat. En dat is een bug in de game of zo. Ik weet niet of het de bedoeling is. Dat er L4 staat, maar we zitten in lab 5. En in hier een schoen. Bord naar links, yes, op, on het bord. Denk mijn Roblox graphics staan op maximum. En alsnog zie ik een paar lijnen echt heel slecht. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, ik was eigenlijk ook niet hard gekomen, ik denk dat ik niet persoonlijk. Maar ik kan het gaan omvoeren. Bij dat valt. Ik ben leader, focus gelegd. Are you serious? Ik ben leader. First place. Oké, nu niet op fokken. Dat zou goed zijn, als je eerst staat, eerst gaat finishen, want het is richting de laatste bochten. Het zou goed zijn als ik nu... Oké. Nog 1 bocht en dan is het alleen maar richting finish en wij gaan het winnen. Kom aan. En... daar, we zien de finishlijn. Hupsakee! Gefinished. Ik ben de winner! Dit is een standaard trouwens. De speciale kost Robux en daar gaan we niet echt uitgeven. Oké. Drive kunnen we doen. Dan niet echt een fijne map. Misschien Site Mode en dan 1 vehicle, zoals ik zeg, 99. Dus als je standaard er klaar staat, dan kun je gewoon op het selector nemen. 99, of het getal dat er bij jullie staat. Bij Evans is er natuurlijk weer een andere. Black Bison, ai. Black Bison is het tweede beste merk dat er is. Dus de kans dat ik nu ook eerste ga worden. Klein, echt fucking klein. Ook al is zoals ik jullie al heb laten zien in het eerste deel van de video, is mijn Santen volledig geüpgrade naar maximum. Ja, dan hoop ik dat ik ervoor heb gezet tijdens de edit, want anders, ja, dat zou kut zijn. Gisteren kwam ik ook bij Frankrijk van 8 naar 100%. Ik dacht van wat? Ja, de treklader duurt lang, maar dan heb ik al. Anders heb ik 3 delen. Dan misschien. Nee. Are you serious? Kijk deze. De Toro. Urucha Cadley. We weten dat een Ferrari is, natuurlijk, of course. In 2022 is dat de beste auto van alle auto's. Ik weet niet of het in 2003 ook de beste is. Zullen we zelfs achterkomen, maar het worden sterke tegenstanders. Karl Ringer is ook geen gratis
Cross is volgens mij wel even. Ik ga even kijken. Zeg niet direct staan. Dus de pauze, dat kunt je misschien wel zoeken. Oké, hier gaan we richting de opwarmingrondje. En dan weet ik niet welke kant het is. Is dat die kant nog? Ja, dat is die kant, sorry. Zo, eigenlijk als we terug in het leven doen. Ik vind deze beter dan first person, want first person is echt niks. Ik weet dat het niet echt realistisch is, want in het echt heb je ook die paar voor je gezicht. Deze map heb ik nog niet gespeeld, dus spijt me als ik hier heel veel ga crashen. Ja, spijt me. Dit is trouwens de opwarming, oh wacht, deze map heb ik wel gespeeld, shit. Voor de mensen die het willen weten, dit is de opwarmingsronde. Dus als ik hier niet het beste rijd, is dat niet erg. Ik weet niet of mensen de Formule 1 kennen. Je start met een ik weet niet hoeveel het echt is, maar hier is 5 minuten opwarmen. En na het opwarmen gaat je gaat gaan racen en het opwarmen is snel zo. Je hebt iets op bepaald voor de positie waar je in start. Nu denk ik, omdat veel mensen niet van het doen, dat we heel hoog in start zijn. Dan nu doen second place, maar ja, nog één keer de finish. Daar is de finish, hoppakee. Oké, second place, wat niet het beste omdat we heel goed op het hele parking nooit zaten, nee. Rem. Yes, oké, kans. En er staat al iemand in. Een paars branden. Laat even weten wat we paars zien, want ik weet. Blauw weet ik, dat is als het regent. Groen weet ik, dat is als het lichtjes regent. Maar paars weet. Dus als er Formule 1 fans zijn die dat weten, laat dat je onder weten in de comments. En dan gaan we even hier opwachten. Ik hoop tenminste dat die eruit komt. Maar dat het geluid ook opneemt. Het is wel achtergrondgeluid, maar normaal moet hij dat opnemen. Als het niet op zo is, dan gaan we even deze edit mee. Ik vind deze het editen. Ja, er zijn echt heel stomme liedjes mee. We staan nog altijd second place. Ik weet niet hoeveel we dan nog hebben gereden. We staan third place. Dan zijn dat de mensen die het niet doen. Dat is twee staat er geen gek. Tweede. Als mensen ook Formule Apex, oftewel deze game, kennen, kun je dan ook even laten weten of de banden een verschil maken. Want
naar mijn mening tijd te verspillen. En nog een minuut en zes. Dit gaat lekker aan het begin. Nou ja, waarschijnlijk kunnen jullie dat wel doen. Trouwens, als ik even mag zeggen dat ik like even en die op dat abonneerknopje zo niks mis, dan wat ik upload. Ik kan dan wel fijn kunnen een tijd abonneren en dan doen. Maar ja. Net als mijn stem. Dat is natuurlijk duizend tegelijk. Dat is redelijk veel, maar ja, voor een nieuwe auto te kopen, want ik heb deze fully uploaded, kost het een woeste 2 miljoen. De beste auto op 1,8 euro. Volgens mij is het al aardig. 4e plaats, we hebben nog 40 standen op het puntje. Al is de kans klein dat we gaan finishen. Dat is erg leuk. Ik ken deze map heel goed. De hele bocht gaat echt veel voor mensen kut zijn. Maar ja, why not? Ik ga even die popo met mijn rempies. Al die... Ja, ik weet niet. 7 seconden gaan we nog kunnen finishen. Nee, ik ga niet meer finishen. Hupsakee. Gas geven? Nee. Ah, jammer. Dat ga je nou eens gefinished. Nog 1 keer gefinished. We starten 4e plaats. Hoe kan dat opeens? Of stonden letterlijk een 3e? Oké, fijn van jullie dat het echt een heel lange video gaat worden, want we zijn nu met enkel tracen maar 21 minuten. Dat raak laten zien dat het goed is. Dat is een apart. We duwen op onze 1 van boven. En dan kunnen we zien hoe het goed van de andere. Ik zou zelfs een vraag kloppen. Op het begin klopt er eigenlijk echt niks aan. Oh, slip hem. Shit! Ja, oké, sorry, ja. Ik zou het toch zijn dat ik nog meer heb. Zeg niet zo belangrijk. We zijn wel goed. Damn, is het goed. 4e plaats. Dus waarom ik op 1-4 wil wachten, is omdat ik ook een beetje nog die anders kwijt was. En dan, ja. Dan kun je niet meer verder racen, want ik direct uit de race gezet. Is kut, maar ja. Dan kun je niet zomaar zo snel maar maken als je weer een vast maakt. Want 200 miles an hour, dat is echt iets van 300 km per uur. Ja, dat is echt veel. Ja, dus daarom noemt het nu van Formule 1. Op. Ja. Dat is
Tot nu toe gaat het redelijk goed verder. Ik weet niet wat die tweede deed. Maar die was eerst leader, dus ik ga het weer gekregen. Maar ja, wij gaan niet proberen te crashen. Weet iets van achter de leader. Kut. Kut, wacht nu. Omdat de leader ook crasht. Zit hij in de pit? Weet je dat? Ah nee, dus. Jawel. Hij zat in de pit. Let's go. First place voor de 21.000. In de bak, oké, is nu aardig te rijden door. 9 seconden achter te drukken. Diep. Wij zijn eerste, dus de race. 3 van de 5 al verwacht, hoeveel ze de eerste al zijn. De leader. Welkom daar weer. Dat betekent dat we op 3 van de 5. Ik vind dat ik mijn best doe met enkel voedsel. Dus ik heb geen idee. Ja. Ben wel een plan. Ik ben wel een plan voor de toekomst. Ja, ik weet dus niet hoe dat allemaal gaat lopen. Dus ja, laat me het. Als iemand vervallen gaat doen. Een race-stuur koopt, wordt altijd laten weten. Maar altijd. Ik denk niet dat het verplicht is, maar. Maakt wel. Oké, we hebben het left hier. We zijn al 30 minuten. Op enkel rood. Dus misschien ga ik, misschien zeg ik, ga ik de ding. Zeg misschien dat je hier. Ik weet niet meer, als ik het niet eruit heb geknipt. Dan kun je een beetje gaan slippen. Het is niet zo erg. Krijg je 13.000. Waarschijnlijk omdat we 2 foute laps hebben gedaan, krijgen we niet meer nog. Ja, want het begon met 26. Ja, oké, die volgende keer gaan we weer proberen, want. Ik vrees dat dat daarna wel nog af is. Ai. Ik zag hem al aankomen. Ik heb al wat. Kut. Hij crasht. Shit, ik krijg hem. Nee. Kut.
Oei. Ja, ik ga proberen een geluidje te doen. Voor de mensen die net een geluidje hebben gehoord. Dat mag natuurlijk niet op YouTube, dus het spijt me. Oh my god. Sorry, maar ja, we zijn nu letterlijk 30 minuten bezig. Dus ik zie jullie bij de volgende video later.